Jaarlijks sterven zo'n 12.000 mensen vroegtijdig en tienduizenden mensen worden ernstig chronisch ziek door de luchtvervuiling van fijnstof en stikstofdioxide. En daar moet een einde aan komen, aldus Milieudefensie. Zij vinden dat de normen voor fijnstof veel te soepel zijn, terwijl de gezondheidsschade enorm groot is. De Stadhouderskade in Amsterdam is één van de plekken in Nederland waar de uitstoot van fijnstof veel te hoog is, tot grote frustratie van de omwonenden. De GGD heeft hier een aantal meetpunten staan, dus die doen braaf hun werk. Die laten eigenlijk zien dat het elk jaar weer een stukje slechter wordt. En de gemeente verwacht dat iedereen elektrisch gaat rijden, maar ja, dat is natuurlijk een illusie. Tania kwam speciaal in Amsterdam wonen, zodat ze op de fiets naar haar werk kon. Maar dat was van korte duur, want al snel werd ze ziek. Ik kreeg last van luchtwegontsteking, pijn, piepende ademhaling. Gewoon echt, wanneer je zelf een keer bronchitis hebt of ziek wordt of zelfs longontsteking krijg ik ervan. Ondanks de medicatie die ik er al dagelijks voor gebruik. Ook voor mijn huisarts was het duidelijk. Je moet gewoon niet meer fietsen in de spits met al het fijnstof wat hier wordt geproduceerd. Het wordt denk ik echt tijd dat de overheid zegt, voor ons staat gezondheid op één. Dus wij willen dat er strengere normen komen en we gaan ons daarvoor inzetten. Dus veel strenger dan Europa zegt. En dan vervolgens ook de maatregelen nemen waardoor die lucht nou eindelijk ook echt gezond wordt. Ik denk al dat je kan beginnen door bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer van te maken. En ook te zorgen dat er veel meer ruimte komt voor fietsers. Dus ik zou zeggen, verbreed fietspaden hier. En haal wat rijbanen weg. We moeten het samen doen met z'n allen. Er moeten meer initiatieven komen om elektrische voertuigen te stimuleren. En stimuleer mensen gewoon om de juiste keuze te maken. Maar zolang de fijnstofuitstoot hier nog niet is teruggedrongen, moet Tania met de tram naar haar werk.